De derde COVID-19-golf is erger dan de voorgaande twee. Wat de aankondiging van de autoriteiten van Code Zwart betekent, zou heel goed uitgelegd moeten worden. Dit zegt epidemioloog Henry Ory. Het beeld binnen de zorg is op dit moment allesbehalve rooskleurig, benadrukt de medische specialist. Als we kijken naar de cijfers en alleen de aankondiging daardoor, was positivity rate toeneemt. Ja. En we zijn al boven de 40. Het aantal positief per dag toeneemt, dan moeten we wel. Is de ernstige situatie. Dit is erger dan alle twee golven natuurlijk. Dat merken we ook. Als we kijken naar PE-variant, Manaus-variant, die is besmettelijker 1. We zien al dat we meer cases krijgen. 2. Die mortaliteit is hoger daar. Dus dan mag je dat verwachten. Hoe meer cases je hebt, hoe meer komen te overlijden. En als je te maken hebt met het Manaus-variant, gaan er meer mensen komen te overlijden. Dus als je kijkt naar hoe ernstig het is, in deze is het veel ernstiger. Dus klinisch, sommige dagen moeten we her en weer met ambulances. Je weet dat er heel veel personen nog in thuisisolatie zijn. En dan ze verslechteren thuis worden, moeten opgehaald worden. Ory zegt dat de Manaus-variant veel meer schade aanricht bij besmette mensen. De samenleving moet gedetailleerd geïnformeerd worden over de huidige status van de derde golf. Mensen moeten goed begrijpen hoe kritiek de situatie is en dat het echt nodig is dat men zich anders moet gedragen.